als Willem, Peter Bos. Ik heb me als hoofdredacteur een keer geweldig laten naaien. En dat gebeurt waar je bij bent. En ja, dat heb je dan niet door. Maar Peter Bos was een vriend van Ted van Leeuwen. En Ted van Leeuwen, Willem, die was trainer van Feyenoord. Ja. En Peter Bos was speler. En Bos was in die tijd al net zoals Van Gaal. Die was al eigenlijk trainer toen hij speler was. Hè. Die wist alles beter. Ja. En die heeft dus bij zijn vriendje Ted van Leeuwen allerlei inside dingen verteld over Willem, wat niet goed was, en over de sfeer bij Feyenoord. En die Ted van Leeuwen heeft dat opgeschreven. Dat was een hartstikke goed verhaal. Dus ik heb dat door laten gaan. En toen later, toen kreeg ik door dat dat was een vooropgesteld iets. Die hadden dat samen afgesproken om Willem kapot te maken. En toen denk ik, ik heb me toch weer een oor aan laten naaien. En dat heeft Willem, die Peter Bos, nooit vergeven. Dat begrijp ik ook wel. Ja. Want Willem, die was eindelijk wat hij wilde zijn, trainer van Feyenoord. Ja. En hij werd kampioen en dat ging goed, had een aardig elftal. En die Bos heeft hem genaaid en in iedere column zie je het terugkomen. Dat Peter Bos, het wordt wel als goede trainer hier gezien. 75% van onze kijkers vindt hem een goede trainer. Ja, maar ik denk ook dat het een goede trainer is. Jij hebt hem ook meegemaakt, toch? Bij Vitesse ook. Hoe vond jij het? Nou, een nare man is het, maar een goede trainer, denk ik. Goede trainer, een nare man. Dat is een goede samenvatting. Maar wat maakt hem zo naar dan? Nou ja, niet sympathiek. Het is een kwestie van voorkeur. Ik vind hem niet sympathiek. Heb je ook persoonlijke ervaringen ermee gehad? Nou, hij was op het bij Ajax zie ik hem als een trainer die heel vriendelijk is tegen de pers. Maar bij Vitesse had hij toch wel de neiging om midden tijdens een persconferentie, of ze hebben daar zo'n praatuurtje iedere vrijdag. Dan stond hij op en zei hij, ik ga brood eten. Ja, dan moesten we een half uur wachten. Daar maak je je niet populair mee. Nee. Tenminste, je voelt dan toch een soort van, ja, worden wij hier eigenlijk wel serieus genomen door niet echt, Peter Bos? Nee. Nee. Voor een boterham. Hoe diep kun je zakken als je niet meer serieus genomen wordt door Peter Bos? Ja, nou, dieper kun je eigenlijk niet zakken. Maar bleef je er dan ook zitten of gingen jullie ook weg? Ging je brood eten dan? Nou, vaak haalden we dan zelf, hadden we zelf brood meegenomen. En dan peuzen we in die tijd op. Zo ging het er wel.